Tino Martin en filmpjes van belabberde optredens zijn inmiddels onlosmakelijk met elkaar verbonden. Gisteren doken er weer een aantal op, onder meer op het Juice-kanaal van Yvonne Koldewijer. Spion is ervan overtuigd dat er in zijn flesje geen water zat, maar pure wottranen van geluk, schreef de gevreesde Juice-duivel erbij. Belachelijk, vindt Tino deze verdachtmaking, hij stelt dat er helemaal niets aan de hand is. En daar kan Ronald Molendijk zich wel in vinden. De muziekdeskundige, die vorig jaar nog op bezoek ging bij Tino in de studio, denkt dat Yvonne de plank behoorlijk mislaat. Ronald, je kunt de beelden wel degelijk beoordelen, gewoon heel goed luisteren en ik hoor echt werkelijk helemaal niets geks. Ik hoor niet dat hij ernaast zit, hij mist zijn timing niet. Naar eigen zeggen heeft Ronald gesproken met technische mensen die aanwezig waren bij het optreden. Ja, ik heb mensen rondom het optreden gesproken die allemaal eigenlijk gewoon aangeven, geen idee waar dit over gaat. Dan tegen zijn collega's, ik kan het toch eigenlijk gewoon veel beter aan jullie vragen, als je die filmpjes gewoon ziet, zie je dan gewoon een dronken iemand staan die bijna omvalt? Anouk Smulders, ik vind het moeilijk om van zo ver af. Ik kan dat niet zo beoordelen, maar als het bedrijf zegt dat ze het afdoen en dat het tussen hen en het management is, wat heeft iemand er dan nog? Dan is het aan het management om dat te delen. Ronald begint vervolgens over Amy Winehouse. Ik heb wel eens optredens van Amy Winehouse gezien en dat was echt iemand die dronken op een podium staat en er bijna vanaf valt. Hier zie ik gewoon iemand die staat te zingen. Presentatrice Irene Milene, als dat je lat is. Ronald, als het gaat over dat je van het podium af wordt gehaald. Dat is voor een artiest wel je faillissement, weet je wel. Dat je versneld van een podium wordt afgehaald. Dat zie ik hier gewoon niet. Maar nogmaals, ik was er niet bij, maar ik zie niks geks. Dan is het de beurt aan Evert Santegoeds om Tino de hemel in te prijzen. Volgens mij is Tino goed bezig en daarom is zo'n verhaal best vervelend, want hij moet vechten tegen de reputatie die hij de laatste jaren een paar keer gehad heeft, maar zijn theatershow is geweldig ontvangen. Een groot succes. Wat denkt Evert ervan? Ik denk dat de mensen volop moeten genieten van Tino Martin, een van de grootste artiesten op dit moment in dit land. We'll be right back.
Thank you.